Paas is weer een aantocht en dan denk je natuurlijk aan paaseieren zoeken, brunchen en naar de kerk gaan. Alleen is dat naar de kerk gaan voor veel mensen vervangen door naar de woonboulevard gaan. Maar waarom eigenlijk? Crisis of niet, op tweede paasdag gaan nog altijd veel mensen naar de woonboulevard. Ik word wakker met een kater van de paasdagen voor. Ik pers een verse jus en nu er vandoor. En Pasen komt eraan. Verwachten jullie dat het een beetje druk gaat worden? Wij verwachten zeker dat het druk gaat worden. We hebben er ook goed op voorbereid. Dus we zijn helemaal klaar om extra klanten te gaan ontvangen. Ik heb wel de verwachting dat het flink druk gaat worden. Uit ervaring is vooral de tweede paasdag echt een dag waarop mensen besluiten om te gaan winkelen. Grote uitgaven te doen. Het is wel nieuw voor mij in de woonwinkel. Maar vanuit ervaring is het altijd druk. Met Pasen, eerste paasdag niet, want dan gaan we zelf dicht. Hè? Dus, maar tweede paasdag verwachten wel best wel drukte. Ondanks het feit dat het erg warm gaat worden of in ieder geval goed weer gaat worden. En heb je enig idee waar die drukte rondom Pasen vandaan komt? Ik denk dat de mensen vooral heel erg blij zijn dat ze weer de deur uit kunnen. Dat ze weer naar de woonboulevard kunnen. En dat ze weer nieuwe spulletjes ook voor hun huis kunnen halen met nieuwe leuke paaskleurtjes. Het idee om lekker uit huis te gaan, wat te doen, lekker ondernemend zijn. Is ook vaak wel iets dat je met je gezin doet. Dan ga je lekker met het gezin eruit, een beetje geld uitgeven. En hebben jullie toevallig ook een paasactie? Wij hebben op dit moment geen paasactie, maar we proberen de winkel wel zo leuk mogelijk in te richten. We hebben leuke, lekkere hapjes klaarstaan, paaseitjes, paaskoekjes. En we hebben altijd een bakje koffie voor de klant. Wij hebben een paasactie waar ik nog niks van mag zeggen, jammer genoeg. Oké, dat is jammer. We hebben diverse paasacties. We zijn 40 jaar bestaan, Beter Bed. Daar hebben we al diverse acties op. En met de Pasen haak ik daarop in. Met leuke acties van boxrings voor weinig centjes. En wat ga jij zelf doen met Pasen? Ik ga zelf gourmetten en misschien even een leuk festivalletje opzoeken. Dus naar de kerk zit er voor jou niet meer helemaal in? Nee. Ik zou graag willen zeggen voor mijn opa en oma dat het er wel in zit, maar dan zou ik liegen. Ik ga toch liever een biertje drinken. Nee, die kans is heel klein. Zou je zelf naar een woonboulevard gaan als je dan vrij zou zijn? Zou je dan zelf naar een woonboulevard gaan? Ja, dat zou ik wel doen, maar niet zozeer met de intentie om specifiek geld uit te geven. Als slecht weer is, zou ik inderdaad misschien een winkels gaan bezoeken. Van dingen die ik nodig zou kunnen hebben. Voor de gezelligheid meer. Dus ja. De eerste paasdag. Baby, het is tweede paasdag. Dat doe ik wat niet op de eerste paasdag. Onderweg eet ik 24 chocolade eiers. Kom ik aan bij de parking, staat een gast met wat flyers. Vandaag een gratis paasdag.